Ja, burgemeester, de actualiteit noopt het om in maart over vuurwerk te praten. We houden ermee op, hè? Ja, de gemeenteraad heeft eindelijk, zou je kunnen zeggen, meerdere debatten over de jaren heen, nu besloten om in Nijmegen alvast naar een geheel verbod op het vuurwerk afsteken de komende jaarwisseling te gaan. We zijn niet de eerste, er zijn meer gemeenten hebben besloten en het past natuurlijk wel in de verschuiving, die heb ik zelf ook kunnen zien de afgelopen jaren, waarin draagvlak voor vuurwerk echt wel aan het afnemen is. En ik snap dat er heel veel Nijmegenaren nu teleurgesteld zijn, die willen het toch graag doen, maar de ellende die het veroorzaakt, ook in onze eigen stad, vind ik het een heel begrijpelijk besluit. Ik heb er natuurlijk zelf vaak genoeg over uitgelaten dat wat mij betreft ook klaar mocht zijn. Ja. Even voor de procedure, want het oog nu zo dat het landelijk niet gelukt is om het te verbieden en dus gaan we het maar lokaal oplossen. Is dat de werkwijze? Ja, kijk, dat speelt zeker een rol. Dat merk je in de discussies niet alleen in onze eigen gemeenteraad, maar ook elders in het land natuurlijk. Je ziet wel dat Den Haag dat wel stappen zet, hè? Want let op, we gaan sowieso wel landelijk een verbod krijgen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ja. Nijmegen zegt eigenlijk ook het siervuurwerk, wat je ook kunt gebruiken, waar je ook mee kunt gooien, dat doen we er ook bij, dat moet ook verboden worden. En daar speelt zeker, dat hoorde je gisteren ook in de raad, wel mensen mee van, ja, we hebben eigenlijk jaren gezegd, we wachten op een landelijk verbod, maar dat gaat maar schoorvoetend of maar half. En ik voeg daaraan toe wat voor mij een belangrijke reden is waarom ik het wel kan steunen, hoewel ik ook liever een landelijke lijn heb dan al die gemeentelijke lijnen. Maar waarom ik wel kan steunen is van, het maakt voor een hulpverlener, voor een handhaver niet uit of het een siervuurwerk is of een knalvuurwerk. Soms kan een sierpijl veel gevaarlijker zijn dan een klein rotje in iemands handen. U zag gisteren of tijdens de vergadering eigenlijk twee kampen. Enerzijds mensen zeggen die handhavers die hebben het zwaar, het milieu doet het niet goed. En anderzijds mensen die roepen al het leuke, dat wordt verboden in deze stad. Heeft u begrip voor beide sentimenten? Ja, al vind ik het wat overdreven te zeggen, al het leuke wordt verboden is dat. Ik zou niet weten waar het op gebaseerd is. Kijk, de meeste mensen, blijkbaar wel ook in Nijmegen, vinden het helemaal niet zo leuk, dat vuurwerk. Tot ze toestaan omdat tot een ander het gebruikt. Maar de meeste mensen vinden het helemaal niet zo leuk. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt in de eerste weken van januari zo ontzettend veel reacties van mensen gehad toen ik pleidooien begon te houden van we moeten ermee stoppen. Ik weet nog goed bij de nieuwjaarsreceptie, we waren de eerste maandag in het jaar, dat wel 30 mensen in de rijen handen die ik heb geschud, 30 mensen, en dan zit ik nog aan de bescheiden kant, gewoon zeiden van goed zo burgemeester, dat heb ik nog nooit meegemaakt rondom vuurwerk. Daarnaast, we hebben meer evenementen dan ooit. We kunnen lekker uitgaan. Er gebeurt van alles. Er is echt wel genoeg levende brouwerij. Die paar uur op oude opnieuw. Geen vuurwerk. U maakt mij niet wijs dat Nijmegen tot een minder leuke stad maakt. Daar geloof ik niet in. Houden we twee praktische problemen over. De ene is de verkoop van vuurwerk in het buitenland, in de grensstreek. De andere is de handhaving. Eerst maar eens dat illegale vuurwerk vanuit Duitsland. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, dat is natuurlijk een probleem wat hier los van staat. Dat is trouwens vrij succesvol aangepakt de afgelopen jaren. De politie heeft 2 jaar geleden ontzettend veel vangsten gedaan, met name via het internet. En dat hebben we kunnen merken, waardoor in Nederland het toch minder beschikbaar is. Natuurlijk zijn er zat mensen die vanuit Duitsland dat naar binnen blijven smokkelen. Ja. Maar dat vind ik speculatief. De ervaring, ik wijs erop, ruim 5 jaar geleden, toen mocht je in Nederland al vanaf 's ochtends vroeg vuurwerk afsteken. Dat is toen verboden. Toen riepen mensen ook, dat gaat niet gebeuren. Laten we eerlijk zijn, in Nijmegen, en ik hoor ook van andere plaatsen terug, is het overdag tot 6 uur aanmerkelijk rustiger geworden, het gebruik van vuurwerk, dan in de jaren ervoor. Met andere woorden, de meeste mensen, die zullen gewoon gehoorzamen, die luisteren gewoon naar een regel. We moeten nou niet doen alsof niemand zich iets van een regel aantrekt, want dan zou hier alles los zijn. Zo losbandig is Nederland echt niet, hoor. In tegenstelling dat sommige geluiden wat andere mensen afgeven. Dat is gewoon niet waar. Handhaving dan. Hoe gaan we dit handhaven? Ja, ik vind dit makkelijker, op basis van wat politie en brandweer en mijn BOA's zeggen, dit is makkelijker te handhaven dan wat de Rijksoverheid voorstelt. Kijk, je moet je voorstellen dat als je het onderscheid moet maken tussen siervuurwerk en een knalpijl, dat zie je van 50 meter niet zo. Dat zie je zelf van 20 meter niet. Dus dan moet je naar iemand toe gaan en gaan zeggen, nou, laat eens zien wat voor vuurwerk heeft. Dat is heel intensief. Met een algeheel verbod is het gewoon heel simpel. Je hebt vuurwerk, het mag niet. En dat is dus eigenlijk veel simpeler om te handhaven dan dat onderscheid. En het is ook simpeler te handhaven dan gebieden waar het niet mag, hè, die vuurwerkvrije zones, en gebieden waar het wel mag. Want dan krijg je van die rare discussies. Ja, maar ik stond wel in het Goffertpark of ik stond er net buiten. Ja, daar hoef je dus niet op te letten. 1 lijn duidelijkheid is voor handhavers
heerlijk. Dat is hun paradijs. Dat hebben ze het liefst, de duidelijkheid. En dan de eerste week na het reces volgend jaar, dan wordt dit besluit geëvalueerd? Ja, uiteraard. Sterker nog, de Raad heeft gisteren in ruime meerderheid dit uitgesproken. Wij moeten nu als college een voorstel gaan maken wat we in onze verordening kunnen vastleggen. We moeten nog een plaats en regelen hebben. En dan zullen we natuurlijk ook heel nauwlettend kijken van hoe ga je dit nou precies invoeren. Ja. En we kijken natuurlijk wel ook naar de landelijke regelgeving die aangekondigd is, maar die ik in ieder geval op dit moment nog niet ken. Want we kijken natuurlijk ook wel hoe ver je het aansluit. Ja. Met andere woorden, in de werkelijkheid zou, er wel eens heel, zou het heel dicht kunnen zitten op het landelijk toch al wordt aangekondigd. Dus we gaan dit nauwkeurig voorbereiden. En uiteraard, als je het invoert, moet je het ook gaan evalueren om te kijken hoe het werkt. Precies. Een opmerkelijk of een wat groter bericht ook in deze periode was de aankondiging van een woondeal. Dat klinkt heel ambitieus en dat is het ook wel, als ik het begrijp. Er komen tot 2025 zeker 20.000 woningen bij. Ja, in Nijmegen gaat het om zo'n 15.000 woningen. Voor de hele regio wordt over zo'n 50, misschien wel 60.000 woningen. Regio Arnhem-Nijmegen. De regio Arnhem-Nijmegen. Dat zijn forse aantallen, maar het is, past ook wel bij een regio en zeker onze stad. Ja, waar heel veel mensen graag willen wonen. We hebben nu ontzettend veel mensen in alle prijsklassen aan huur en koop die heel lang moeten wachten om een woning te kunnen betrekken en noodgedwongen maar ergens anders gaan wonen of ja, blijven wonen in iets wat misschien te klein of niet gepast is. Ja. Dus er is echt wel behoefte aan meer woningen. Nu heeft het ministerie van Middellandse Zaken in 2019 onderzoek laten doen en een van de conclusies was dat tot 2030 er zeker wel een tekort aan woningen zou zijn. Ja. In hoeverre verhoudt zich dat getal wat we nu noemen met die problematiek die toen in dat rapport is geschetst? Met andere woorden, is het genoeg? Die woondeal zal daar in ieder geval een antwoord op bieden. Kijk, bij die prognoses weet je natuurlijk nooit precies wat er gebeurt. En ten tweede, mensen maken natuurlijk wel een keuzes. We hebben eerder gehad, en soms per woningtype was het verschillend, tot er tekort aan woningen was, althans vergeleken bij de vraag. Nou, die mensen zijn er bijvoorbeeld in buurgemeenten gaan wonen, of die blijven dan wonen, ja, ik noem wat, die woont iemand misschien in Apeldoorn, die wil in Nijmegen vooruit. Ja. Die blijft op en neer treinen of reizen. Dus mensen maken natuurlijk wel een keuzes. Maar het is natuurlijk wel het mooiste als je de woonbehoeften zoveel mogelijk tegemoet kan komen. Deze woondeal gaat daar wel een fors deel bij helpen, maar we zullen natuurlijk daarnaast blijvende inspanning moeten doen, die we ook in de nieuwe omgevingsvisie hebben aangegeven, waarin we wat slimmer gebruik moeten maken van de grond. We zullen soms wat meer naar boven moeten bouwen, slimmere functies mengen. En let op, die woondeal gaat ook over zaken als leefbaarheid, verkeer, infrastructuur. Ons station is gewoon te klein voor waar we het nodig hebben. En dat zit ook in die woondeal. En dat is denk ik voor Nijmegen echt een heel belangrijke stap. Nu is dit een probleem van alle tijden. Je zou natuurlijk ook de vraag kunnen stellen, waarom komt daar nu pas zo'n groot plan voor? Nou ja, we hebben natuurlijk, zonder dat ik ze nu allemaal het hoofd heb, we hebben natuurlijk in de afgelopen tientallen jaren natuurlijk meerdere plannen om wonen hadden. De meest bekende is de Waalsprong. Ja. In de jaren 90 is niet voor niets besloten om die delen ook bij Nijmegen te voegen en daar hele grote woonlocaties te doen. Ik denk ook aan het Waalfront, waar we ons oude industriegebied, degenen die oud genoeg zijn, zoals u en ik, weten nog welke ja, op zich mooie industrie er zat, maar die is inmiddels verdwenen. Dat wordt nu prachtig gebouwd. We hebben natuurlijk meer plannen. Alleen Nijmegen is een hele populaire stad. Soms heb ik wel eens het idee dat mensen denken dat wij nog in een stad leven van 150.000 mensen. Maar het zijn er bijna 180.000. En weet u dat die groei, die is met name de afgelopen 20 jaar. In 1990 waren het nog geen 150.000 mensen in die stad woonden. Dus er zijn gewoon ontzettend veel meer mensen die hier willen wonen. Dat heeft ook voordelen, want je kunt zeggen, ja, dat is een probleem, we hebben geen huizen. Het heeft ook wel voordelen. Het leidt tot werkgelegenheid, het leidt tot extra inkomsten. Daardoor kunnen wij voorzieningen zoals scholen, welzijnsvoorzieningen voor mensen die niet zo breed hebben, in stand houden. Dus het is niet alleen een belang voor mensen die willen wonen, maar het is ook een belang voor de welvaart van onze stad. En iedereen die Nijmegen in de jaren 80 kent, heeft gekend. Iedereen die kent zal moeten erkennen dat de problemen die we toen hadden, die hebben we gelukkig nu niet meer. Deze stad is ontzettend veel rijker en kan meer doen. En dat komt door haar aantrekkelijkheid en mensen die hierop afkomen. Zit daar ook een grens aan? Met andere woorden, is er ook een moment dat we zeggen, en nu houden we op met bouwen? Ja, dat is een hele terechte vraag. Kijk, waar we het nu over hebben is een groei van, nou, die bijna nu 180.000 mensen. Dat zal er nog wat doorgaan. Wellicht zelfs tot boven de 200.000. Over jaren gespreid, dat is niet binnen nu een vijf jaar natuurlijk. Maar het is een zeer legitieme vraag dat je op zo'n moment ook een keer moet zeggen, ja, hier gaan we nu niet verder op doen. Daarom is die woondeal ook per definitie regionaal. Als ik bijvoorbeeld een gemeente als Heumen,
daarvan is bekend dat verreweg het meeste, merendeel van de woningzoekenden, daar zijn mensen die eigenlijk in Nijmegen een plekje hadden willen vinden. Of die in Nijmegen in een te kleine woning wonen. En die gaan dan naar Malwa of andere dorpen in die gemeente. Nou, dat moet je ook in samenhang zien. Nijmegen zal niet alleen die behoefte kunnen opvangen. En uiteraard zitten daar grenzen aan de groei. We willen ook een mooie groene stad en regio blijven tenslotte. Precies. Vraag bij dit soort enorme projecten is altijd wie gaat dat betalen? Welk bedrag gaat het over en waar komt dat geld vandaan? Ja, de woondeal zit wat ingewikkeld in elkaar. Dat je zegt één bedrag. Er zit een regeling in dat corporaties aanspraak kunnen maken op enkele tienduizenden euro's per woning, waardoor ze hun stichtingskosten van zijn woning laag kunnen houden. Dat is met name van belang voor de mensen met een smalle portemonnee. Dus die corporaties die krijgen geld, ja, dat is een algemene regeling. Die geldt voor heel Nijmegen, voor de hele regio. En specifiek voor Nijmegen en Arnhem zijn een paar gebieden aangewezen. In Nijmegen gaat het met name om het stationsgebied. Dat zit hem niet alleen in wonen, maar ook die ingewikkelde verkeersstromen. Het station wat te klein is. Die concurrentie tussen bus, voetgangers, auto's waar we slimmere oplossingen op moeten bedenken. Die kosten gewoon heel veel geld. Dat gaat echt over tientallen miljoenen euro's. En we willen langs de hele kanaalzone, aan de Dukenburgse kant, maar ook aan de andere zijde van het kanaal, willen we ook meer mengen van wonen en werken mogelijk maken. En daar zullen ook aparte afspraken voor komen. Daar zal rijksgeld bij komen, daar zullen wij in investeren. Corporaties, bedrijfsleven, vervoersbedrijven. Dat zijn hele verschillende projecten die we eigenlijk samengebundeld hebben in die woondeal. Het grootste belang zit er eigenlijk in dat daarmee het kabinet ook zegt, zeker naar onze stationsopgeving, wij staan aan jullie zijde, we gaan jullie helpen om dat te regelen. En dat was nog niet geregeld tot dusver. Dus dat is echt een belangrijk moment voor ons. Ander onderwerp. Toen wij net aankwamen heb ik u nog de hand geschud. Dus het coronavirus, dat heeft u persoonlijk nog niet heel erg bang gemaakt, als ik het zo bekijk. Nou ja, bang gemaakt. Ik ben er wel natuurlijk, zoals veel mensen, bezorgd over en ook wel druk mee. Maar zoals de adviezen vanuit de medische kant nog gelden, niet een hand geven zal het niet tegenhouden. We kunnen best wel eens een mooie check doen. Of met de voeten elkaar raken, zoals ik een mooie foto uit China zag. Het belangrijkste is natuurlijk dat we het aantal besmettingen zo beperkt mogelijk houden. En dat is eigenlijk de tactiek die nu loopt. En die, daar ben ik ook druk bezig mee. Vervelend en zielig voor de mensen die het krijgen. Je kunt het vergelijken met een stevige griep. En hopelijk blijft het daar ook bij. Maar we zien natuurlijk hoe Noord-Italië, wat toch eigenlijk mis is gegaan. Ja. Doordat daar de besmetting niet gecontroleerd werd. Ja, die situatie willen we in Nederland voorkomen. Welke rol speelt u in dit geheel? Want ik kan me voorstellen dat er een draaiboek klaar moet liggen. Contact is met de nooddiensten of zo. We zijn in Nederland voorbereid op infectieziekten. En dit is daar een voorbeeld van. Ja. Dus daar hebben we draaiboeken voor liggen. Die hebben we eigenlijk al eind januari uit de kast gehaald. Die zijn we gaan afstolen, opfrissen op de situatie. Wat we in Nederland, om het ingewikkeld construct simpel te verklaren. De minister Bruno Bruins, die heeft de leiding over die hele aanpak. Die baseert zich daarbij op die rapporten, adviezen van de medici, het RIVM, wat nu veel in het nieuws is. Maar de 25 voorzitters van veiligheidsregio's, waarvan ik er dus één ben, die zijn verantwoordelijk voor het concrete beleid in hun regio. In ons geval dus Gelderland, Zuid, vanaf zeg maar Culemborg tot en met het Rijk van Nijmegen. Dus ik ben verantwoordelijk als er een besmetting wordt geconstateerd en bijvoorbeeld iemand moet geëvacueerd of geïsoleerd te worden en die zou het niet willen, dan kan ik besluiten, nee, dat moet toch gebeuren. En ook de coördinatie tussen de diensten. Want het gaat nu nog heel erg over wat de GGD en ziekenhuizen doen. Maar je kan natuurlijk een situatie hebben, stel dat er toch meer mensen besmet worden, er moeten bijvoorbeeld evenementen afgelast worden. Ja, daar moeten dan ook besluiten over worden genomen. En daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Samen ook natuurlijk met mijn andere collega's hier in de regio. Ja. Dus dat hebben we vrij strak geregeld. Dus als iemand denkt van, ja, maar wie besluit dan straks als iemand bijvoorbeeld geïsoleerd moet worden? Ja, dat ben ik dan. Dus ook als bijvoorbeeld om een inwoner uit Zaltbommel zou gaan. Ja. Daar is iemand gewoon vrijwillig. Er was niks van dwang nodig. En die meneer is, begrijp ik, ook al aan de beterende hand. Maar in principe is het zo dat als ze besloten moet worden, kan ik de knoop doorhangen. Ja. En bent u ook geen die verantwoordelijk is voor het noodplan of voor het plan dat daar dan uit komt? Ja, samen met mijn collega's, dat hebben we voor, maar daar ben ik dan inderdaad verantwoordelijk voor de uitvoering. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is het eerste wat u gaat doen op het moment dat de minister u belt en zegt het is zover, er zit er eentje in het ziekenhuis in Nijmegen? Nou, zo werkt u niet eens. Ik word zelfs al gebeld voor personen gewoon in de regio, zoals in Zaltbommel ook gaan. En dan stem ik af
met de burgemeester van die betreffende plaats. Ja. Als ik het zelf bel, dan kan ik bij mezelf afstellen, dan gaat dat wat simpeler. Maar dan neem ik contact op en ik heb eigenlijk hier de lijn van, als het de gemeente waar een besmet iemand woonachtig is, die burgemeester is verantwoordelijk voor de communicatie. Kijk, het heeft niet zo heel veel zin dat ik ga vertellen aan de inwoners van Zaltbommel, zo zit de wereld er nu in elkaar. Nee. Dat kan de collega veel beter. Je moet ook rekening houden, mensen willen ook een gezicht en gevoel hebben. En ik denk dat de burgemeester van de eigen plaats net even wat beter kan inschatten en het gevoel kan geven, zoals ik dat ook wel voor Nijmegen kan doen. Maar er kan natuurlijk een volgende fase komen. Dit is de fase van individuele besmetting. Je kunt natuurlijk een fase krijgen waar het zoveel wordt, tot je echt een plan moet in werking stellen, hoe je de noodzakelijke voorzieningen in de lucht houdt. Hè. Stel dat nou bijvoorbeeld ook mensen ziek gaan worden bij de GGD of ziekenhuizen zelf. Nou, dan moet je daar ook rekening mee. Zover is het gelukkig niet en ik hoop ook niet dat het zover komt. Maar mensen mogen best weten, daar denken wij natuurlijk over na. Daar zijn we ook op voorbereid. En dat mag je ook verwachten, dat we als overheid wel vooruit blijven denken om hier goed mee om te blijven gaan. We hebben een periode van herdenking achter de rug. Hoe kijk je dat terug? Ja, als je eigenlijk teruggaat, eigenlijk zou er al dik een jaar terug moeten gaan. Hè? 75 herdenking van het bombardement op Nijmegen. En ja, die cyclus hebben we eigenlijk nu voltooid met de recente herdenking. We hebben denk ik een heleboel goede herdenkingen gehad. En die herdenking, die laatste herdenking van 22 februari 1944 was natuurlijk wel heel bijzonder. Door de woorden die minister Grapperhaus uitsprak. Waar hij eigenlijk toch min of meer heel duidelijk erkende van dat hij toch wel beschamenswaardig vond dat de regering dat decennia lang geen aandacht heeft, geen erkenning heeft gehad. En dat is een heel belangrijk moment geweest. Ik vermoed dat u gaat zeggen, daar ga ik niet over. Maar kunt u eens een... Hoe kan het toch dat dit soort voorvallen, dat dit soort gebeurtenissen uit het verleden zo lang niet besproken worden en pas uiteindelijk, als er blijkbaar een mooi passend moment voor is, dan pas zo uitgesproken worden? Hoe zit dat? Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik er niet over ga, alleen ik ben er onderdeel van. Kijk, dan heeft u het over een periode van inmiddels 76 jaar. Dat bedoel ik, hè? Ja, kijk, ik heb me er de afgelopen jaren wel, ook door interesse, wel in verdiept. En als je ook het boek van Joost Roosendaal, die natuurlijk het bombardement heeft beschreven, maar vooral ook de periode erna. Er zit natuurlijk een periode van decennia in, en ik zeg het niet als excuus, maar wel als feitelijke constatering, waar er wel zoiets valt van, we willen het er niet over hebben. Mentaliteit was toen ook echt anders dan nu, hè? Van, we gaan aan het werk, als je leed hebt, dan hou je dat achter de voordeur, of misschien zelfs bij jezelf, hè? Hoe talrijk zijn ook niet de verhalen uit Nijmeegse gezinnen waar een vader of een moeder of een man of een vrouw niet wilde praten over wat hij heeft meegemaakt in 1944 en de kinderen zelf het vaak tientallen jaren hebben. Ja. Ik vind dat geen excuus dat de Nederlandse regering wellicht niet eerder daar al aandacht aan had kunnen besteden. Want het bombardement Rotterdam heeft wel die erkenning gehad. Maar het past wel in het tijdsbeeld dat dat moeilijker was. En we leven de afgelopen 20 jaar in eigenlijk bijna het omgekeerde. Hè? Ik bedoel, elk incident wordt enorm beleefd en ook met emoties beleefd. Laat staan dit soort waanzinnige drama's, want dat is het natuurlijk. Ik probeer me wel eens voor te stellen, hoe moet dat geweest zijn? Dat kun je niet voorstellen als je zelf een oorlog hebt meegemaakt, als je die bommen niet hebt zien vallen, als je niet mensen bij wijze van spreken voor je ogen hebt zien dood gaan. En dat is eigenlijk de beste verklaring die ik kan geven. Maar begrijpt u dat mensen dan ook denken dat dat zo lang heeft moeten duren? Ja, maar kijk, dat is... Je kunt altijd zeggen waarom nu pas. Ik zeg er tegenover, ik ben blij en ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Wat het mooie aan de woorden van de minister was, ik heb hem echt niet onder dwang hoeven te zetten. We hebben echt niet zitten bidden en smeken, komt er wat van. Daar is in het verleden vaak genoeg vanuit Nijmegen gezegd van aandacht ervoor. En nu kwam het. Hij is er dus schijnbaar, dat is toch zijn keuze, de keuze van, want hij sprak namens de ministerraad. Ja. Dat is ook belangrijk om te zeggen. En zo zijn ze, wat maakt dat uit? Ja, nee, hij zei het dus niet omdat hij nu hier als minister toevallig een toespraak moest houden. Nee, hij sprak, dus ga er maar uit, dat is afgestemd. Ja, ja, ja. Hij sprak namens het kabinet, namens de ministerraad, moet ik in alle zorgvuldigheid zeggen. Dat is wat nu telt. En dat hoor ik ook terug. Daar is heel veel positieve resonantie op. Ik sprak hem toevallig nog eerder deze week. En hij begon er weer over. Zeg, ik heb er ook heel veel reacties over gehad. En ik heb hem dat ook maar bevestigd. Ik zeg, dat sluit aan op wat wij in Nijmegen horen. En ik heb hem nu ook de boeken van Bart Jansen gegeven. Want hij is er schijnbaar ook wel door geraakt. En voor wat het waard is. Maar ik denk mensen die het hebben meegemaakt. Die familieleden, bekende vrienden hebben
of die zijn omgekomen tijdens het bombardement en alles wat daarna is gebeurd. Voor hen moet dit toch een balsem voor de ziel zijn. Een zekere erkenning voor het leed wat er is geweest. Het neemt het leed niet weg. Het lost het probleem wat toen is ontstaan, waar je je hele leven met de kampen maakt, niet op. Maar het is wel een erkenning dat hier iets is gebeurd, wat onze stad voor altijd heeft getekend. En niet alleen bij mensen, maar kijk alleen maar naar de vorm van onze stad. Onze binnenstad is compleet anders dan die had kunnen zijn als het allemaal niet was gebeurd. Ja. We ronden af. Doen we dat met een bitterbal of een groentekroket? Ik laat het aan u. Iedereen moet dat zelf weten. Maar er is een besluit over genomen. Hè? Er wordt voortaan primair vegetarisch gegeten. Nou ja, tenzij het gevraagd wordt. Waarbij het zo is voor de overigens iemand hier naar een receptie komt, dan hoeft hij niet van tevoren aan te geven wat wil ik op de receptie hebben. Daarvan hebben we het college gezegd, dat zou te flauw en ook onuitvoerbaar zijn. Als zoiets gebeurt, dan moet degene die de receptie organiseert, die moet aangeven wat hij daar wil hebben. Doet hij dat niet, dan krijg je in principe alleen vegetarisch eten en drinken geserveerd. Maar als iemand zegt, nou, ik wil toch ook iets met vlees hebben, of die welbekende, ik begrijp dat er een voorkeur zit naar die bitterbal, dan is dat zeker mogelijk. Dus het is niet zo dat ze in de ban zijn gedaan. Mooi besluit. Ja, dus de uitspraak zoals die is gedaan, en het past ook wel in het streven om ook bewuster met je eten om te gaan, zonder dat je daarmee de keuzevrijheid van mensen belemmert. Ik krijg er trek van. Dank u wel. Ja, tot de volgende keer.